is echt heel erg leuk. Spannend. Om elkaar zo te zien de hele tijd. Vorige keer had ik een fantastische date op het strand en kwam ik helemaal verliefd thuis. Die chemie die is echt zo voelbaar. Dat voel je, je voelt heel je lijf zinnen als die aankijkt. De dag erna wist ik niet wat ik met mezelf aan moest. Dit doe ik eigenlijk altijd wel als ik iemand leuk vind. En kwam ik tot de conclusie... Ja, hij is gewoon anders. Goedemorgen jongens. Het is een leuke dag. Want de yoga begint weer vandaag, na de zomerstop. Daar ben ik altijd erg blij mee. Maar daarna ga ik nog iets doen. Later meer. I'm just asking you to stay a little longer. Just for a day or for a night. I wanna spend my life with you. Hier krijg ik nou stress van. Staan we hier stil in oud Beiland en ik moet naar het leuke jongen. Ik ga weer naar hem toe. Ik ga nu naar zijn werk. Hij is aan het werk en ik ga koffie drinken en ik ga me afleiden heel erg. Het is woensdag 7 september, echt snikheet weer. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Heel kort jurkje. Ja. Ik ken het, nee ik kan. Ga maar rijden, nee, wat zit je rijden? Het is echt zo irritant jongens. Ik heb een date, soort van tenminste. Ga weg allemaal. Oké, nou ik ben nu al 20 minuten te laat, 25, maar ja, en zo ben ik. Dat is trouwens niet waar. Ik kan echt heel erg goed op tijd zijn. Alleen, ja, soms neem ik het ervan. Ik ben er dus. En ik ben wel een beetje nerveus, een beetje gespannen. Het is wel zo leuk. Maar het is ook, weet je wat ook heel erg raar is? Ik heb best wel veel associaties met Willemstad hier dus. Ja, ik kwam hier als kind vaak. En toen ben ik hier ook met, ja sorry, maar mijn jurk best wel een paar keer geweest. Een paar keer kerst gevierd hier. Nou, dit is je boom. Goed, we zitten nu weer in tijdnood dus. Je hebt tegenlicht. We zijn nu onderweg naar Willemstad. En nu gaan we even wat drinken. Als we die hebben bewaard. Want het is dus te laat eigenlijk. Nou, we hebben net lekker cappuccino op hier. Willemstad. Alleen is het weer helaas heel slecht. Dus we hebben nog niet gelopen. Later meer. Dit is nu tweede kerstdagsmiddags. En we gaan naar Willemstad. Oh, we zijn nu weer aan laten kampen. Doei! Wat echt een enorme kerstster erop jullie. We zijn in Willemstad. Kijk hoor, een beetje sfeer, hè. Sfeerplaatjes. Bijna alle voorgaande jaren was ik in Willemstad met Jur. Oké. Dus toen zaten we... Dit jaar is beter. Dit jaar is beter, zegt ze, ja. Stukken beter. Tim? Ja, dit is wel echt een liefde, ja. En nou, eigenlijk mijn allergrootste associatie, dat is best wel raar, maar... Dus een jaar geleden toen al die drama was met mijn Jur, ben ik hier... Heb ik hier best wel vaak hier mijn ouders gezien, want dit ligt een beetje in het midden. Gadver, wat rot. En daarna ben ik van ellende even naar Willemstad gegaan. En gelukkig waren mijn ouders tijd en die zijn ook even er naartoe gekomen. En ik trek trouwens even deze schoenen aan, vandaar dat ik ze raar doe. Dus ja, juist in die hele moeilijke periode heb ik hier ook best vaak gewandeld. Ik kreeg hier ook een nieuwe boekidee terwijl ik hier aan het lopen was. Ik ben hier in Willemstad. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe mijn leven er volgend jaar uitziet. Want vorig jaar was ik zo zeker van alles. En nu is alles zo onzeker. Het is zo gek dat het dan ineens een soort van vervolg krijgt. Ja, het is echt wel heel leuk. Ik ben wel nerveus hoor. Ik ben wel nerveus. Hoe moet ik me nou gedragen? Ik weet het niet. Het voelt al bijna alsof ik een vriendje heb. Terwijl het toch nog heel pril is. Maar we hebben ook gewoon echt super veel contact. Dat vind ik zo leuk. Dat je gewoon echt elke dag even contact hebt. Of hele gesprekken. Gisteren was weer een heel gesprek. Ik moest echt stoppen omdat ik nog werk te doen had. Ja, ik vind dat echt heel fijn. Ja, zeker. Geen gekke spelletjes of zo. Dat hoeft voor mij echt niet. Nou, ik ga. Ik laat de camera hier. Dus jongens, wacht op me hier in de auto.
wc's. Het is echt heel erg leuk, hoor. Spannend. Om elkaar zo te zien de hele tijd. Ik hoop dat ik hem zo tegenkom. Snel. Ik heb hem net thuis gebracht en ik ging nog even naar de supermarkt, maar die zijn laatst dicht. Dus ik heb geen eten nu, maar ja, maakt niet uit. Oh, wat een leuke middag weer. Het was echt heel, ja... Het was echt zo leuk. We zijn na zijn werk nog even een stukje gaan lopen en... Ik weet gewoon niet wat ik meemaak. Ik weet het, heel de sfeer, het gevoel, het is echt zo... Ja, wauw. Het is echt heel erg leuk. Het is echt heel erg leuk. Op een gegeven moment ben je 29 en dan heb je echt wel wat gedate in je leven. En ook echt wel ben je gek geweest op mensen en relaties gehad. Dan denk je, nou, nu heb ik toch wel een beeld. En dan ontmoet je zo iemand. Nee, hij is echt heel anders dan wie ik ook ooit heb ontmoet. Het is echt, gewoon als persoon is het is zo'n leuk persoon. Maar ik vind hem ook echt, de chemie tussen ons is ook echt... En ik dacht ook dat het niet bij volwassen relaties hoort dat je zo... Ja, elkaar wil eigenlijk. Dat zo het er gewoon vanaf spat. Ja, het is echt pure chemie. Als ik hem aankijk, als hij mij aankijkt. Nou ja, nu ga ik naar huis. Het is veel te laat. Oh nee, het is echt laat. Maar goed. Heerlijke middag. Ik ga snel douchen thuis, vooral dat. Het is avond, jongens. Mooie lucht, vind je niet? Jawel, ik vind het een mooie lucht. Ik kwam thuis en we zijn gelijk weer verder gegaan met chatten via Facebook Messenger. Ik moest echt zoveel moeite doen om dat gesprek te stoppen. Ik had nog werk, wat ik echt met heel veel moeite heb afgemaakt. Maar je merkt dat het... Eerst leer je elkaar kennen en dan weet je nog niet zeker wat je voelt. En hij is eigenlijk helemaal niet zo mijn type. Ik val op gewoon wat andere types qua uiterlijk. Waarmee ik niet wil zeggen dat hij niet aantrekkelijk is, want ik vind hem echt heel mooi. Maar goed, mooi is niet altijd je ding of zo. Op een gegeven moment ga je elkaar wel aantrekkelijk vinden en dan zeker vandaag op dat terras, jongen. Hij zei het ook steeds, hij zegt, oh, jouw blik hoe je naar me kijkt. En hij wachtte me op bij de wc's waar ik al op hoopte. Mijn hoop wordt steeds meer, omdat het niet alleen mentaal klikt, maar er lijkt ook een... fysieke klik te zijn. Is dit nou fout dat ik dit deel? Nee, dit wil ik ook delen. Hij weet trouwens dat ik deze vlog aan het maken ben. Ik heb hem dat verteld. En ik heb gezegd van nou, als het nou wat wordt. Dan gaan we gewoon samen voor publicatie kijken naar de beelden. En dan bepalen we samen wat er online komt en wat niet. En uiteindelijk introduceer ik hem dan. En als het niks wordt, dan zorg ik ervoor dat hij echt onherkenbaar is. Dat hij niet te traceren is. En dan is het enige wat jullie weten dat hij... deze zomer in Willemstad heeft gewerkt. Nou, goed. Ik ga nog even verder. Het is gewoon echt een slechte werkweek. Maar ja, goed. Hoe vaak maak ik dit mee? Niet zo heel vaak, dus het is niet zo heel erg. Ik geloof niet dat mijn opdrachtgevers het merken, maar ik heb er meer zelf last van. Dat ik echt gewoon moeite heb met focussen. Maar hey, voordeel aan freelancer zijn, hè? Dan kan je een beetje schuiven. Dus ik heb ook wat dingen gewoon voor me uitgeschoven. Gekke tijd. De hele gekke tijd. Goedemorgen jongens, het is nu 6:00 ochtends en ik ben al op omdat ik straks een werkafspraak heb in Amsterdam en ik moet nog wat afmaken en het voordeel is dat ik me nu kan concentreren als ik zo vroeg op ben. Dus ik ga lekker aan het werk en kijken naar de zonsopkomst straks.
beetje lastig. Het ligt hier. Oké. Ik zou eigenlijk vanochtend naar Amsterdam gaan. Ik moest vroeg weg. En echt vlak voordat ik de auto in wilde stappen, helemaal klaar, belden ze af. Ziek. Kan gebeuren, maar dat is een beetje rot. Ik had al voor vanmiddag afgesproken met Bonnie. Dus die zie ik zo en ik ben al wat eerder naar Rotterdam gegaan, want ik ga niet laten zien. Zal ik wel laten zien? Wil jullie dit zien? Ik kan het best laten zien. Nou, dat is niet zo super spannend, hè? Mooi roze. Ik kan precies zien aan mijn lingerie-setjes, die heb ik allemaal bewaard door de jaren, welke jongen, of trouwens ook een paar keer meid, er in mijn leven was. Ik ga gewoon een nieuwe lingerie kopen als er een nieuw iemand op het pad komt. Dat is toch grappig? Ja, ik weet het niet. Ik vind het leuk. Het voelt ook soms een beetje raar om dan lingerie aan te trekken voor een nieuw iemand, terwijl je dat oorspronkelijk voor iemand anders had gekocht. Terwijl het gewoon jouw lingerie is. Is dat herkenbaar voor iemand? Voor mij wel, persoonlijk. Goed, in ieder geval. Ik heb afgesproken met Bonnie. Ga ik eindelijk weer eens bijpraten met haar. En wat ik haar nou echt heel graag wil vragen, ze is natuurlijk ook vlogster, YouTuber, hoe zij tegen YouTube in combinatie met liefde aankijkt. Want dat is wel iets waar ik nu wel mee zit. Ik ben dit nu aan het filmen al een paar weken. En het wordt natuurlijk wel een ding straks. Ik wil dit wel online zetten. Maar hoe? En wat vindt hij ervan? Hij komt nieuw in mijn leven. Ik wil zijn privacy respecteren. Toen ik begon met YouTube had ik natuurlijk echt een relatie. En hij vond dat goed. En dat ging gewoon zo. Maar ik denk als ik single was geweest, had ik het heel anders aangepakt. Of misschien had ik het wel helemaal niet gedaan. Het vloggen op deze manier. Dus ja, maar ja, goed. Die zit er eenmaal in en dan stop je er ook niet meer mee. En ik zou ook niet anders willen. Ook dat is een ding. Ik wil echt zo graag deze thema vlogs blijven maken. Dus niet meer elke week, maar wel dat ik gewoon nog steeds zo open kan zijn. Maar ja, wat gaat mijn eventuele nieuwe partner daarvan vinden? Hoeveel kan ik delen? Ik weet wel dat ik veel creatieve vrijheid nodig heb. Daar liep ik wel ook wel een paar keer tegenaan met Jur. En als ik me belemmerd voel erin, dan word ik gewoon heel ongelukkig van. Nou ja, in ieder geval, nu ga ik Bonnie zien. Even lekker. Oh, we gaan naar de kinderboerderij hier bij de Kralingse Plas. Een lekker stuk lopen en koffie drinken en gewoon gezellig. Hoe is het met je? Goed. Ja, dat weet ik al. Ja, we hebben al heel lang gekletst. Echt wel 3 uur of zo. Maar nog steeds goed. Nou, ik heb je ook even een beetje bijgepraat over mijn liefdesleven. Je hebt een foto gezien. Hè? Ja, heel leuk. Heel schattig samen. Jij doet ook al een tijdje nu YouTube. En Nick, je vriend, doet natuurlijk heel leuk mee. Ja. Hebben jullie daar eigenlijk van tevoren over gepraat? Nou ja, ik heb natuurlijk wel verteld dat ik wilde vloggen en zo. En hij vond het wel grappig. Maar hij wilde er in het begin niet echt een rol in spelen. Maar uiteindelijk is hij nu echt zo'n grote rol geworden in de vlogs. En vindt hij het echt heel leuk om mee te doen. En er is ook gewoon heel veel interactie tussen Nick en mijn kijkers. En ik denk dat het daarom ook een beetje gekomen is. Dat als hij in de vlog was, dat er ook heel veel reacties kwamen van oh, wat leuk. Oh, Nick is zo grappig of dit of dat. En dat, ik denk dat hij het misschien zelf daardoor ook leuker vond om in de vlogs te zitten. En sowieso dat hij er ook meer aan wende. Een nieuw iemand leren kennen. En dan, hoe moet dat dan als je al vlogt en dan iemand leert kennen? Ja, dat kan ik me dus echt niet inbeelden. Want ik ben natuurlijk al heel lang met Nick. En wacht, ik krijg even een houten reet hoor. Stel, Nick bestond niet, zeg maar. En ik was single en ik zou gaan daten en zo. Dan zou ik het wel heel heftig vinden om dat gelijk vanaf het begin echt zo heel erg te delen. Want ik ben heel open in mijn vlogs. Ja, ja. En het lijkt me dan heel moeilijk om dan ineens te verzwijgen wat ik die middag heb gedaan. Of waar ik heb geslapen of weet ik veel. Ja, echt erg. En ik zou het niet gelijk met iedereen willen delen. Je bent dus bezig met je eigen gevoel, met hem en met de buitenwereld. Die kijkt mee. Het is ook heel onnatuurlijk. Eigenlijk dat je wel al dingen deelt dat hij dat kan zien. Of, ja. Dus, ja, dat ook nog. Maar dan lijkt het me fijner om als je iemand gewoon al echt een poosje kent, om hem dan pas voor het eerst te introduceren in de vlogs. Maar dan heb je wel een hele tijd iets achtergehouden. Je kan het ook nog voor jezelf filmen en niet online zetten. Nee, dat kan. Ja, liefde en YouTube. Lijkt me wel best een uitdaging. Ja, misschien wel. Maar misschien gaat het wel heel makkelijk. Misschien wordt het wel net als bij mij en Nick. Dat hij in het begin een beetje erin wil en vervolgens de halve vlog overneemt. Ja, ik vind het ook heel leuk om jou en Nick samen te zien. Je wordt gewoon gelukkig van als je jullie zo gelukkig ziet. Thanks. Ja, nou, bedankt. Ik hou je op de hoogte. Dat is goed. Ik ben benieuwd wanneer dit online komt. Ik ook. Dit is van de winterpas. Met kerst. Met kerst. En dan zit ik er zo bij. En
daarna gaan we dus weer naar, weer naar Willemstad, waar hij dus nu nog zijn laatste dagen werkt. Nee, nee, nee! Ja, ik werd daar niet echt opgewonden van. Niet? Waar heb je dat staan te doen dan? Nou, niet echt. Maar...